De Suriname 1515 Verkeersveiligheidsmaand 2018, die jaarlijks duurt van 15 augustus tot 15 september, is door het ministerie van Justitie en Politie aangekondigd. Het startsein werd gegeven op woensdag 15 augustus in de conferentiezaal van het Korps Politie Suriname KPS door waarnemend korpschef Roberto Prade namens de minister. Het thema dit jaar is Trangerij na Didi. Met dit sterk signaal wil het ministerie samen met betrokken partners extra aandacht besteden aan het verkeer en de bewustwording voor een veilig verkeer bij de weggebruikers. Kijkt u mee naar het volgend verslag. De Suriname 1515 Verkeersveiligheid Maand is in feite een formele activiteit van het ministerie van Justitie en Politie. Maar de implementatie daarvan geschiet samen met andere verkeersrelevante actoren, alsmede maatschappelijke groepen en individuen. De Verkeersveiligheid Maand duurt 30 dagen en loopt elk jaar van de 15e van augustus tot de 15e van september. Het thema voor dit jaar is Trangerij na Didi. De verkeerssituatie in Suriname is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Enorme toename van motorrijtuigen zitten nu op rond de 200.000 of meer. Meer wegen met als gevolg meer verkeersincidenten. Meer verkeersgewonden en meer verkeersdoden. De verkeerssituatie stelt ons dus voor enorme uitdagingen. Het Korps Politie Suriname heeft de opdracht om extra aandacht aan de verkeerscriminaliteit te besteden. Hierbij denken we onder andere aan de aanpak van de donkere ruiten. Heel wat te doen geweest ten aanzien van deze issue. Ik dacht pakweg 2 jaren terug, anderhalf, tijdens mevrouw Silas. Zijn zelf op belprogramma's hier aangeweid. En mensen, iedereen heeft zo een reden waarom er met donkere ruiten moet worden gereden. Hoor. Maar ik denk dat we daar paal en perk aan moeten gaan stellen. Omdat er is een veiligheidsaspect daaraan gekoppeld, verkeersveiligheidsaspect, maar ook een criminaliteitsaspect. Die mannen rijden rond in hun donkere auto's en met die auto's gaan die mannen trekken ze erop uit om te observeren waar ze zullen toeslaan, waar ze kunnen toeslaan. Maar goed, het is een uitdaging en ik denk dat we als samenleving eruit zullen moeten komen. Het beleid, het zichtbaarder worden van de politie en het opvoeren van de verkeerscontroles, roadblocks. Ook ten aanzien daarvan is er heel wat te doen. Heb ik zelf ook meegemaakt als jong agent. Je wordt voor rottevis uitgemaakt. En gevraagd als je geen dieven moet gaan vangen en gaan opsporen en weet ik veel. En gisteren heeft de politie me al tegengehouden. Maar mij zei, hoe moeten wij dat weten? Ik zie ergens op Noord. In feite gaat het allemaal om de awareness die er zo'n beetje ontbreekt bij de samenleving. Dat het werk van de politie niet bedoeld is, of althans de activiteiten die de politie ontplooit, niet bedoeld zijn om mensen onaangenaam te zijn. Maar juist om de veiligheid in het verkeer te waarborgen. Het beleid met betrekking tot de aanpak van de verkeerscriminaliteit richt zich niet alleen op repressie, maar wij werken ook aan een preventief gedeelte. Als ministerie zijn wij daarom de netwerkpartners zoals het Korps Verkeersvrijwilligers Suriname, het bedrijfsleven, NGO's die een bijdrage leveren aan een veilig verkeer in ons land. Wij willen samen met u kijken naar meer mogelijkheden om het gedrag van de weggebruikers positief te beïnvloeden. Uit de analyses blijkt dat de oorzaak van de meeste verkeersongevallen is het rijden met zeer hoge snelheid in en ook nog onder invloed. Ieder denkt aan alcohol, maar je kan ook onder invloed zijn van een of ander middel. Je praat over hallucinerende middelen. No? Ik roep daarom van deze plaats de totale samenleving op om het wangedrag in het verkeer na te laten. Wees alert
en hou rekening met uw medewerkers. Geachte aanwezigen, ik vertrouw erop dat met de inzet van alle actoren wij in de toekomst kunnen spreken van een veiliger verkeer in Suriname. En verklaar hiermede de start, of eigenlijk geeft eigenlijk de start zijn, het start zijn van de verkeersveiligheidsmaand 2018. Ik dank u. Patrão é freio, le copa lá, nitrão é goi, nigotro. Patrão é freio, brocos, cotos, agotismo, osso. Patrão é reelec, reelec, reelec. Aladi, ica, folha, tab, decranta, copa. Patrão é freio, le copa lá, nitrão é goi, nigotro. Patrão é freio, brocos, cotos, agotismo, osso. Patrão é reelec.